Boekenfeest van Roelofje en Greta. De hoofdrolspelers van dit land. Samen bijna 280.000 kilogram melk gegeven. 140.000 ieders. De een in een jaar langer. Dat is de oudste koe, Roelofje. En dat is Greta. Greta is van 2002 en Roelofje van 2001. Bert en Guus. Maar jullie staan met twee prachtige mooie dames, koeien. Maar leg me eens uit, was zo net zijn ze gehuldigd. Wat is daar de reden voor? Ze hebben allebei meer dan 10.000 kilogram vet en eiwit geproduceerd. Dus dat is totaal bij elkaar opgeteld wat ze in hun leven hebben geproduceerd. En dat is echt een hele grote mijlpaal voor ons als melkveehouder. Ook omdat het voor ons waren het de eerste twee koeien die deze mijlpaal aan gerealiseerd. Dus vandaar dat voor ons reden is voor een feestje. En de voorzitter van onze afdeling al zegt, wij hopen dat er nog velen volgen, want we zijn goed op weg en het gaat hartstikke goed met onze dames, zo gezegd. Maar de eerste twee vinden wij toch wel reden om vooral de mensen die ons altijd zakelijk hierin ondersteunen om daar een feestje voor te organiseren. Dus daar zijn we heel trots op. Ze hebben allebei ruim 140.000 kilogram melk geproduceerd in hun leven. Dus dat is echt mega veel. Dus samen 280.000 kilogram melk. In hun leven. En waar komt het ongeveer neer op een dag dan, zeg maar? Hoeveel gram zijn ongeveer per dag dan, ongeveer? Gemiddeld 35 tot 40 liter gemiddeld per dag. In zo'n koe? Ja. Vul de melkglazen maar. Vul de flessen maar. Nou jongens, maar hartstikke mooi. En gefeliciteerd. En een mooi feestje vandaag.